Ik mag u hartelijk welkom heten bij deze bijzondere uitzending van Zingen onder de Peperbus. Zondag 28 maart, de laatste zondag van de maand maart. Het is ook weer een serie van drie uitzendingen. Deze staat in het teken van de Matthäuspassion. Morgen kunt u aan het begin van de Stille Week een uitzending bekijken die is opgenomen in de Bovenkerk in Kampen. En die gaat over passie en Pasen voor iedereen in de Stille Week. En de derde uitzending wordt uitgezonden op de eerste Paasdag, ook vanuit de Bovenkerk. En dan gaat het weer over passie en Pasen voor iedereen, maar dan helemaal in het teken van Pasen. Net als met Kerst dus, een drieslag. Vandaag koralen, teksten uit het Matthäus-evangelie. Ik wens u een hele mooie uitzending toe. Hiervoor in de basiliek hangen 14 statiën. Zij verbeelden de kruisweg van Jezus. We laten nu die statiën zo dadelijk zien. Ze hangen links en rechts in het zogeheten transept. Dat is het dwarsgedeelte voor in de kerk. En ze zijn geschilderd door de schilder Johan Lange in de periode 1883 tot 1888. Het zijn dus al hele oude kruiswegstatiën. En wij volgen tijdens deze samenzang ook de afbeeldingen als een soort pelgrimstocht. Want elk van die afbeeldingen heeft betrekking op een aspect van het lijden en de dood van Jezus Christus. Ik laat ze u zien. Kruisweg statie nummer 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Kruisweg statie nummer 2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Kruiswegstatie nummer 3. Jezus valt onder het kruis. Kruiswegstatie nummer 4. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Kruiswegstatie nummer 5. Simon van Cyrene helpt het kruis dragen. Kruiswegstatie nummer 6. Jezus wordt door Veronica opgebeurd.
Kruiswegstatie nummer 7. Jezus valt opnieuw onder het kruis. Kruiswegstatie nummer 8. Jezus troost de wenende vrouwen. Kruiswegstatie nummer 9. Jezus valt voor de derde maal. Kruiswegstatie nummer 10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Kruiswegstatie nummer 11. Jezus wordt aan het kruis genageld. Kruiswegstatie nummer 12. Jezus sterft aan het kruis. Kruiswegstatie nummer 13. Jezus wordt van het kruis genomen. Kruiswegstatie nummer 14. Jezus wordt in het graf gelegd. En dan nog iets over de Matthäus-passion. De Matthäus-passion, u weet dat ongetwijfeld, is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Hij leefde van 1685 tot 1750. De eerste uitvoering van dit wereldberoemde muziekstuk vond plaats op 15 april 1729 in de Thomaskirche in Leipzig. En tussen de liederen door werden, als een soort samenvatting, uit de hoofdstukken 26 en 27 van het Matthäus-evangelie passages gelezen. In de officiële uitvoering van de Matthäus-passion worden die Bijbelgedeeltes gezongen door een solist, de zogenaamde evangelist. In deze uitzending zal ik een aantal van die passages voor u lezen. Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: over 2 dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester Caiaphas. En daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Daarop ging een van de 12, die met de naam Judas Iscariot, naar de hoge priesters en zei: wat krijg ik van u als ik hem uitlever? Ze betaalden hem 30 zilverstukken. En vanaf dat moment
zocht Judas een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren. Toen de avond gevallen was, lag Jezus samen met de 12 aan voor de maaltijd. Omdat onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie dat een van jullie mij zal uitleveren. Dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: ik toch niet, Heer? Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit. En Jezus antwoordde hem: ik verzeker je, deze nacht nog zul je, voordat de haan gekraaid heeft, mij 3 maal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. En alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel mij dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken.
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de 2e maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei: Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: U zegt het. Maar ik zeg tegen allen hier, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit: Hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben wij nog getuigen nodig? Nu hebt u met uw eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? En ze antwoordden: Hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen stompten hem en zeiden: Probeer dan maar eens voor ons, Messias, wie is het die jou geslagen heeft? Nadat ze hem zo bespot hadden, trokken ze hem zijn mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Ze kwamen bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken.
Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat horen, riepen enkelen van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en een zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Beste mensen, u die allemaal thuis met ons meekijkt, meeluistert en hopelijk ook meezingt. Als eerste vertel ik u nog even iets over Johann Sebastian Bach. In 1728 componeerde hij het eerste deel van de Matthäuspassion. Het tweede deel zou pas 11 jaar later door hem gecomponeerd worden. Bach was namelijk in dat jaar in 1728 benoemd, nadat hij overigens eerst een paar keer voor die functie gepasseerd werd. Dus hij was niet zo talentvol dat hij in 1 keer zomaar benoemd werd. Na 1728 was hij toch alsnog benoemd tot kantor, zeg maar directeur, koorleider van de Thomaskirche in Leipzig, voormalig Oost-Duitsland. En Bach die heeft het in dat jaar 1728 heel druk, want niet alleen componeert hij het eerste deel van de Matthäuspassion. Hij moet alles tegelijk doen. Hij geeft les aan een school die aan de kerk verbonden was. Hij gaf daarnaast nog privé 7 zanglessen per week. Aan 3e en 4e klassen van die school moest hij ook nog Latijn geven. Overdag en dan moest hij 's nachts ook nog toezicht houden op het internaat. Waar de jongeren toen niet veel braver geweest zullen zijn dan de jongeren in deze tijd. Eenmaal per week moest hij dan die hele groep jongeren ook nog begeleiden naar de kerk toe. En volgens zijn werkinstructie moest hij ook elke keer bij hoogtijdagen nieuwe muziekcomposities leveren. En die werken moest hij ook instuderen met zijn koren. Bach is daarnaast ook nog 2 keer getrouwd geweest en kreeg in totaal maar liefst 20 kinderen. Ik bedoel maar, die man is pas echt druk geweest. Maar in 1728, zoals gezegd, zet Bach zich tot het componeren van het muziekstuk naar aanleiding van het Bijbelboek Matthäus. Maar door alle drukke werkzaamheden is op de eerstvolgende Goede Vrijdag alleen dat eerste deel af en dat wordt dan ook uitgevoerd. En pas 11 jaar later wordt dan het tweede deel uitgevoerd, het ene voor de middag en het andere na de middag op Goede Vrijdag. Let wel, Bach heeft van zijn Matthäuspassion nooit een concert willen maken. De kern van het werk is voor Bach dat Gods Zoon door de muziek verheerlijkt zal worden. De uitvoering dient één grote, indrukwekkende
evangelieverkondiging te zijn. Het moet gaan en alleen maar gaan, volgens Bach over het lijden en sterven van Jezus Christus. De solisten, de koren, de dirigent, alle uitvoerenden, zij dienen op de achtergrond te blijven, want Jezus zelf staat voor Bach in het middelpunt. Bach heeft het na een uitvoering van de Matthäus Passion wel eens zo gezegd: als hij, Christus dus, als hij er maar door verheerlijkt wordt. Prachtig hoe Bach met muziek het evangelie verkondigd heeft. Ik vertel u een verhaal wat uit onze eigen tijd stamt, is al wel een aantal jaren geleden gebeurd, maar waarbij we op een hele andere manier ook iets terugvinden van hoe mensen tegen dood, sterven en opstanding kunnen aankijken. Het is een gesprek wat ik eens had met een jonge man. En hij vertelde mij dat er in zijn jeugd iets was gebeurd waar hij het nog steeds heel moeilijk mee had. Hij vertelde dat ze altijd op een boerderij hadden gewoond. Zijn vader was vanwege het werk heel vaak niet thuis. Moeder was altijd druk. En als kleine jongen had hij om die reden het meeste met zijn opa te maken gehad. Opa die woonde, zoals dat in die tijd ging, in het bakhuisje naast de boerderij. Zijn opa had hem ook opgevoed, ook als het ging over de verhalen uit de Bijbel. Toen was opa plotseling overleden. Er kwam een grote zwarte auto het erf opgereden. Dat wist hij zich nog goed te herinneren. Hij werd naar binnen gestuurd, want het was eigenlijk beter dat hij dat allemaal niet zou zien, zeiden zijn ouders. En daarna vertelden zijn ouders hem ook, hij mocht niet mee naar de begrafenis. Daar ben jij nog te klein voor. Dat vond hij erg. Heel erg, zei hij er nog een keer nadrukkelijk achteraan. Er viel een stilte in ons gesprek. En toen zei ik tegen hem: later, ben je later nog wel eens naar het graf van je opa gegaan? Hij antwoordde uit de grond van zijn hart: later? Nee, niet later. De volgende dag al. Ik heb die dag daarna mijn fietsje gepakt. Ik ben naar het kerkhof gereden en heb daar net zo lang gezocht totdat ik die plek met omgewoeld vers zand vond. En daar heb ik in mijn eentje afscheid genomen van mijn opa met al zijn verhalen. Hij stoot af en zei: en weet je, dat heb ik nou nog nooit aan iemand verteld. Hij keek zijn vrouw aan die naast hem zat en zei: zelfs aan jou heb ik dit nog nooit verteld. Er viel opnieuw een lange stilte in de kamer. Ik zag in gedachten een jongetje van een jaar of 8 op zijn fietsje naar het kerkhof gaan. Fiets tegen het grote hek aan. Een klein ventje wandelt over de aangeharkte paden en zoekt net zo lang totdat hij het verse graf van zijn opa vindt, blijft dan staan, staat daar maar een beetje onhandig en zegt dan zachtjes: lieve opa, ik houd van jou en jij bent nu bij God. In de hemel. Die kleine jongen, inmiddels een volwassen man, nam als kind het heft in eigen handen, liet zich dus niet tegenhouden door zijn ouders, maar bovenal
liet zich niet tegenhouden door de verschrikking van de dood, omdat hij daar te klein voor zou zijn. Ik vond eerlijk gezegd zijn verhaal bijna een paasverhaal. Een verhaal over verdriet, over sterven, over hemel. Maar ook een verhaal over hoe mensen, of je nou groot of klein bent, de kracht krijgen om ook dan een weg te gaan. De weg van Jezus zelf. De weg van niet altijd doen wat iedereen voor jou het beste vindt. De weg van nooit opgeven. De weg van geloven in liefde. Liefde die sterker is dan de dood. Liefde voor elkaar. Liefde voor Hem, die ook voor jou aan het kruis stierf. Dat is wat Bach ons wilde laten weten. En dat geef ik u bij deze maar gewoon door. Amen.
zullen wij samen bidden. Heer onze God, dank u wel dat in de bijzondere periode waarin wij mensen anno 2021 op dit moment leven, midden in een wereldwijde pandemie, midden in de verschrikkingen van deze tijd, midden in alle zorgen die mensen op dit moment kunnen hebben, ook over hun eigen gezondheid, midden in de periode waarin mensen ook afscheid moesten nemen van geliefden, midden in de periode waarin zoveel mensen ook ziek zijn geworden of kampen met moeilijk en moeizaam herstel. Dank u wel dat midden in deze periode het evangelie van Matteüs mag klinken. Die schrijft, en we zingen er vandaag over het lijden en het sterven van Jezus Christus. Dank u wel dat wij mogen weten en geloven dat dat kruis niet alleen maar een dor stuk hout is, maar dat dat kruis zou zijn tot redding van mensen. Dat dat kruis ons zou leren kijken over alle duisternis, over alle graven heen, om op te zien en uit te zien naar de komst van Jezus Christus. En dat daarmee zelfs onze eigen dood in een nieuw perspectief wordt geplaatst. Wij bidden nu voor al die mensen die het zo moeilijk hebben in deze tijd. Wij bidden nu om bezinning. Wij bidden u in stilte, in deze periode voorafgaand aan het paasfeest. Zegen ons met geduld. Zegen ons met rust. Zegen ons ook met moed. Dat bidden wij u samen. In Christus' naam. Amen. Ik mag u de collecte aankondigen. U weet, Zingen onder de Peperbus ontvangt geen subsidie. Jenny en ik doen dit allemaal pro deo, letterlijk en figuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat kosten. Kerk moet gehuurd worden, moet ook wat mensen betaald worden. En tot nu toe lukt het ook via de digitale snelweg, zal ik maar zeggen, met uw gulle gaven, dat we toch elke keer ook financieel weer uitspringen. Dus mag ik u vragen om naar vermogen bij te dragen. Er verschijnt onder in beeld een bankrekeningnummer en ook een QR-code als u daar uw camera op richt. Kunt u zelf een bedrag invullen of het voorgegeven bedrag van 5 euro. En dan kunt u gewoon dat overmaken wat u wilt. Die collecte wil ik graag van harte bij u aanbevelen. Dank u wel voor het kijken naar deze uitzending. Ik zei al aan het begin, deze uitzending is de eerste in een reeks van 3. Vanaf morgen, maandag, een tweede uitzending vanuit de Bovenkerk. Die gaat over Passie en Pasen in de Stille Week. En de derde uitzending volgende week zondag, eerste paasdag. Ook vanuit de Bovenkerk. En die staat helemaal in het teken van Pasen. Ik wens u een goede voortzetting van deze dag toe.